Goedenavond allemaal. Welkom op deze zaterdagavond. Ik ga even alles klaarzetten en dan gaan we zo meteen gezellig van start. Lang geleden dat ik op de zaterdagavond live was. Voor mij is 's avonds altijd wat moeilijker. Maar vanmiddag kon ik het niet redden en ik denk, weet je wat? Ik ga het toch gewoon een keer weer proberen op de avond. Meestal slaap ik na die tijd niet, maar ja, goed. Het is niet anders, hè? Moeten we morgenochtend maar proberen uit te gaan slapen. Ik wil in ieder geval vanavond weer lekker creatief bezig gaan. Nou, de allernieuwste Beauty of Fall lijn van Studio Light is bij ons binnen. En ik wil eventjes kort de spulletjes aan jullie laten zien. En daarna gaan we als een speer ermee aan de slag. Want ik wil eigenlijk 2 kaarten afmaken. En heel misschien dat ik zelfs nog wel een derde ga maken, maar we zullen het zien. Nou, omdat ik dus lekker aan de knutsel wil gaan, ga ik eventjes snel door de spulletjes heen bladeren. En daarna gaan we beginnen. Nou, de paper pads. Nummertje 12 en nummertje 13. Het is het formaat 15 bij 15 centimeter. En wat zit er in die paper pads? Er zitten 3 unicolors in, 3 embellished papers en 3 pattern papers. Dat betekent dus dat er 1 met decoratie met pompoenen bij zit, 1 met deze prachtige vogels en 1 met deze bladeren. Dan zit er 3 met patronen, dat betekent 1 met deze mooie herfstbladeren, 1 met deze herfstbladeren. En 1 met deze herfstbladeren. En dan zitten er 3 unikleurtjes bij. En dat is natuurlijk super tof. Want die kleurtjes die passen weer precies bij het papier zeg maar wat in de paperpad zit. En dat wordt dus 4 keer herhaald. Dus alles zit er 4 keer in. Maar je hebt dus 3 designpapiertjes. Je hebt 3 van die background papers. En 3 unikleurtjes. Nou, die is er in de oranje tinten. En hij is er in de groene tinten. En die kun je onderling ook weer met elkaar gaan combineren. Deze is ook super gaaf. Dit is ook een plaatje. Ja, daar hoef je verder al niks meer aan te doen. Dat is gewoon tekst erop opplakken en klaar. Deze ook. Dan zit er 1 in met herfstbladeren. Deze bladeren. En hele mooie takjes. En daarbij zitten dus 3 velletjes uni. Dus een hele mooie groene. Een beetje een bruin-groene en een donkerbruine. Bruin-groen voor mij is bruin-bordeaux. En dat zit er bij deze dus ook weer 4 keer in. Nou, het designpapier hebben we nog wat meer van. Want er zijn ook hele gave scrapvellen uitgekomen. Dit is de scrap 51. Met aan de, hier die hele gave vogel. Nou, deze gedeelte is ook weer tof voor slimline cards. Jullie weten dat ik weg ben van slimline cards. Hierbij zitten dus ook weer prachtige designs. Met dit vel heb ik vanavond gewerkt. En dat is dus scrap 53. Dus die gaan jullie vandaag zien. Scrap 52. Ook een hele mooie. Kijk eens, dat eekhoorntje erbij. Dan deze. Die is ook gewoon prachtig. Al die herfstkleuren. Ja, ik vind die kleuren ook gewoon geweldig. Deze ook met paddenstoelen erbij. Deze hele mooie herfstbladeren. Dan zit er een vel bij met van die, die plaatjes, zeg maar. Met aan de achterkant ook hele mooie herfstbladeren. En er zit een vel bij met knipplaatjes. Dus we kunnen weer lekker aan het knippen. Met aan de achterkant ook hele mooie bladeren. Nou, dat is het papier. Daarnaast hebben wij nog een heel mooi paperpad. Of die-cut boekje. Met de paperelement zit meer dan 300 elementjes in. Alles zit er 2 keer in. Kijk, dat is toch gewoon gaaf.
wandel er gewoon even snel doorheen. Ik ben heel benieuwd of jullie ook weg zijn van de herfst. Of dat jullie niks aanvinden. Ik vind voornamelijk de kleuren ook gewoon zo mooi. Zo prachtig warm. Die scrapvellen in een blok of alleen los? Die scrapvellen die zijn alleen los te koop. Ja, wij hebben er een setje van gemaakt. 6 voor 6 euro. Maar dat is alleen het bestelgemak, zeg maar. Dat je in één keer alle 6 te vellen bestelt. Maar ze zijn ook allemaal los te koop. Kijk, dit is toch ook gewoon gaaf. En die vogels. Dus er zitten echt hele gave elementen in. Nou, dat zijn de papieren. Ik ga ze eventjes wegleggen. Want anders heb ik niet genoeg ruimte. En even kijken. Dan hebben we nog. Even dit snel anders organiseren. Even nog snel het laatste laten zien. En dan ga ik snel aan de slag met creëren. Er zijn hele mooie stempels. Een setje Fall has my favorite color. Deze bloemen. Happiness is throwing lots of fall leaves high in the air. Nou, daar heb ik nog niks mee kunnen doen, maar dat komt nog. Hopelijk. Deze vind ik ook zo gaaf, die vosjes. Kijk toch eens. En deze beukenblaadjes en de besjes. Het zijn echt prachtige stempels. Dan zijn er ook nog hele mooie stansmallen uitgekomen. Aan de achterkant kun je deze iets leuker zien. Een mooie hanger met herfstbladeren. Nou, herfsttakjes kunnen we ook nooit genoeg hebben. Deze, die heb ik bijvoorbeeld wel eventjes snel uitgestanst. Dat is een hele mooie krans. Daar zit een mooie zonnebloem bij. Daar zit nog een bloem bij. Daar zitten blaadjes bij. Dus dat kun je heel mooi uit gaan stansen. En zelf nog weer een beetje op kleur gaan brengen. Mogelijkheden genoeg. Zitten nog leuke paddenstoeltjes bij. Nou, ik had ze even erbij gepakt. Oh nee. Eerst nog deze laten zien. Er zit ook een hele mooie bij met een hek en een hark en pompoenen, bladeren en een kruiwagen. Daar ga ik vanavond ook mee aan de slag. En ik heb er ook nog 2 mask stencils bij. Dat is ook uit de nieuwe collectie. Ga ik vanavond allemaal niet mee aan de slag, want dat ga ik niet redden. Ik heb er ook deze nog even bij gepakt, want ook de Wonderful Autumn collectie van vorig jaar, die past weer perfect bij deze lijn. Ook het designpapier en het die-cut blokje. Misschien komt dat straks nog aan bod, maar ik weet niet hoe mijn tijd gaat verlopen vanavond, zeg maar. Dus we gaan het zien. Nou, wat wilde ik gaan doen? Ik wilde gaan knutselen. Dat was de bedoeling voor vanavond. Nou, deze had ik net al eventjes snel laten zien. En ik heb er inmiddels toch nog even weer wat anders mee bedacht. Want ik heb hierbij een slimline. En dat is de slimline. Beide creaties wat ik overigens ga maken is met dezelfde slimline mal. En dat is deze van Studio Light. En dat is de SL-ES-CD35. En deze ga ik een pocket van maken. En die andere ga ik gewoon een echte van maken. Hoe heette deze scrapvellen? Dat is de... nou heb ik ze weggelegd. SL-BF-scrap. En dan is het nummer 51 tot en met 56. Weer terug. Ik ga dus aan de slag met de CD35, de slimline. Ik heb hierbij het designpapier gebruikt van scrap 53. En ik ga er nu dus een pocket van maken. Ik heb deze keer het basispapier.
dus uit het scrapformaat gebruikt. Want ik vond die bloem gewoon zo ontzettend gaaf. Officieel hoort die bloem zo. Maar ik vond bij deze de pocket leuker. Deze gele kleur kan je dus uit het scrappapier halen. Dus uit het peperpadje. Maar ik heb zelf deze gebruikt. Dat is de Christmas. Dat is de SL-ES-PP07. Die is helaas uitverkocht. Maar of die nog weer komt, ik hoop dat Studio Light ze nog weer opnieuw uit gaat brengen. Want die zijn dus momenteel eventjes helemaal uitverkocht. Ik ga deze eventjes alvast opplakken. Ja, ik wilde ook twee verschillende kleurencombinaties maken. Deze is dus met een beetje, wat voor kleur is het? Aubergine of iets dergelijks. In eerste instantie had ik hier mosgroen onder gedaan. Maar ik dacht, dat vind ik eigenlijk toch niet zo mooi. De kleur van het basispapier heb ik van Maya Design. En dat is bij de Shades of Café en dan de kleur Wine. Het is Mono 1086. Volgens mij is deze kleur niet meer leverbaar. Maar ja goed, ik had het thuis en ik wilde het toch gaan gebruiken. Ik vond het gewoon te mooi. Wat ga ik nu doen? Ik ga even vertellen wat ik met die randen heb gedaan. Ik heb namelijk, kijk, herfst is een mooie, hoe zal ik het zeggen? Goudkleurig is bij de herfst ook heel erg mooi. En ik heb dus ook hierbij de randjes met goud aangezet. Nu zag ik dat ik hier de bovenkant niets heb gedaan. Nou, dat kan je dus doen. Ik heb hier thuis heb ik de Midas inkten. En ik heb de Midas Gold gebruikt. Maar je kan het ook doen met de Brilliance en dan de Galaxy Gold. Die heb ik dus in de winkel liggen. Die gebruik ik daar in kantoor. En ze zijn beide gewoon ontzettend fijn. Ik ga, omdat ik dit nu toch in de handen heb, gelijk de label ook eventjes doen. De ene keer doe ik gewoon met bruin. De andere keer doe ik met goudkleurig. Het is maar gewoon eigenlijk wat ik een beetje, ja, hoe mijn mood is. Nou, vond ik dit papier, dat ik denk van dat mag eigenlijk nog net wel even wat extra's hebben. Nou, dan kan je er natuurlijk met een klein beetje script ook nog op gaan stempelen. Ik heb hier nog wat script. Gewoon, het kan random van allerlei soorten stempels, zeg maar. Ik heb toevallig van de JMA collectie. Kijk, en je ziet er niet veel van. Maar het gaat juist om het kleine accentje. Het is ook niet de bedoeling dat het heel erg aanwezig is. Ik heb ook nog een kleine spetter. Hier gaan we er ook nog iets overheen stempelen. Kijk, en het is gewoon echt een beetje die kleine accentjes. Ik weet niet of jullie het in beeld zien. Maar als ik dit nou met een hele donkere inkt had gedaan, dan was het heel erg heftig geworden. En dat wil ik dus absoluut niet. Nou, wat je ook nog kan doen. En dan komt mijn trouwe Posca weer aan de beurt. Lekker een beetje met goud eroverheen spetteren. Dus ik heb een gouden Posca. En dan ga ik even lekker mee spetteren. Deze leg ik even aan de kanten. Kijk, en ik weet niet of jullie die spettertjes nu ook zien. Maar hier zitten nu dus overal leuke kleine glittertjes overheen. Wat heb ik toen gedaan? Ik had hier in principe een kleine tekst op bedacht in het oranje. Dat hadden jullie misschien op het voorbeeld wel gezien. Maar toen dacht ik van, ik wil toch iets anders. Ik vond dat oranje niet zo heel erg mooi. En wat kan je ook heel erg leuk doen? Je kan op vellum, kan je ook gaan stempelen met embossingpoeder. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een strookje vellum gepakt. Ga je met je Versamark inkt, ga je erop stempelen.
En dan pak je een mooie goudkleurige embossingpoeder. Ik heb dus de embossingpoeder van de Aladdin. Ik heb toevallig de extra fine, maar het kan ook met de gewone. Dat maakt niks uit. En ik heb daarbij de tekst van deze stempel van de SL-BF-stamp 61 gebruikt. Dus deze Hello Autumn tekst heb ik hier opgedaan. En die ga ik gewoon hier omheen vouwen. Kijk, dat is toch gewoon gaaf. En dat kan je gewoon even met een stukje plakband of tape of washi tape. Net wat je in de buurt hebt liggen, plak je dat even vast. Dat ziet namelijk helemaal niemand hoe jij dat vastgeplakt hebt. Nou, ik ga dat nu even niet in de live doen. Dat embossen zal ik later wel een keer doen. Kijk, maar zo blijf je de bloemen wel zien. En heb je er ook nog een gave tekst overheen. Ik vond het zelf wel erg leuk, moet ik zeggen. Ik vind dat gouden erbij gewoon echt een... Ja, dan krijg je mooi van die chique kaarten weer. Ja, dit gaan we eventjes opplakken. Kijk, je kan wel zien dat ik dus het papier uit dat Christmasblok heb gebruikt. Want dit is dus dubbelzijdig. Aan de ene kant is die geel en aan de andere kant zit er een mooie groene kleur. Maar vanavond hebben wij de gele kleur nodig voor het matten. Nou, ik wil er een pocket van gaan maken. Dus ik ga met dubbelzijdig tape ga ik deze vastplakken. En ik plak dat gewoon hier aan de zijkant vast. Dus dit is een slimline kaart, alleen ga ik hem kleiner maken, ga ik er een leuke pocket van maken. Alleen de zijkanten hoeven maar vastgeplakt te worden. Zo. Oh, ik zie nog een boswandeling gemaakt. Heerlijk, ja. Dat was vandaag ook wel echt prachtig weer voor. Nou, die wilde niet af. Luisteren. Hup. Zo. Dat is die. Kijk, dan hebben we de pocket weer mooi vastzitten. Nou, op die pocket heb ik ook van alles weer bedacht. Dus ook weer dat leuke papier. Ook weer in dat gele uitgestanst. Dat vellen met verhitten wordt er dan niet bobbelig. Ik heb er geen problemen mee gehad. Dus bij mij is het gewoon echt helemaal goed gegaan. Ja, het is even een kwestie van testen dan met je vellum. De vellum die ik heb gebruikt, die heb ik ook wel gelinkt in de webwinkel. Dus je zou hem daar terug kunnen vinden. Deze ga ik hierop plakken. Ik ga ondertussen eventjes mijn lijmpistool alvast aanslingeren. Want ik ga straks wat accessoires vastplakken met mijn lijmpistool. En dan kan die alvast even een beetje... Dan hoef ik daar straks niet meer op te wachten, zeg maar. Maar ja, wachten, dat vinden we niet wat, hè? Zo. Wat heb ik er nog meer bij bedacht? Ik vond het wel heel leuk om er toch nog weer een label in te gaan stoppen. Nou, dit is een klein gedeelte uit het paperpad weer. Ik hield nog een klein stukje over. Ik denk, ah, dat plaatje vind ik wel ontzettend leuk met dat egeltje. Ik heb hiervoor weer de stans uit de kerstcollectie gebruikt. En dat is de SL-ES-CD63. Even kijken, je plakt het ook niet, de vellum aan de achterkant. Goed idee. Ja, het vellum, als je het aan de achterkant vastplakt, dan zit je ook niet dat je lijmresten ziet of iets dergelijks. Ach, zo zijn er allemaal creatieve manieren om je vellum op te plakken. Kijk, deze. Nou, ik heb in principe, ja, ik ben weer heel ambitieus, maar ik heb eigenlijk... voor vanavond 3 voorbeelden. Maar ik ben bang dat dat weer niet gaat lukken. Dat het bij 2 gaat blijven. Maar you never know. We gaan ons best doen. Dus
niet te veel kletsen, maar gewoon op plakken, zeggen ze dan, hè? Nee, als ik de derde niet ga redden, dan doe ik dat later. Want ik heb sowieso ook nog beloofd dat ik volgende week in de groep van Studio Light ook nog een live ga doen met deze lijn. Dus misschien dat ik hem voor dan wel bewaar, dat kaartje, moet ik nog eventjes bekijken. Of dat ik hem een keer gewoon ga filmen, want volgende week heb ik zelf een weekje, ja, niet helemaal vakantie, maar ja, half vakantie, zeg maar. Kan dat, half vakantie? Ja, blijkbaar. Nee, dan doe ik even een aantal dingetjes wat minder en dan wil ik gewoon even een beetje creatief gaan zijn. Dus ik hoop dat ik dan wat ja, meer kan gaan doen. Nou, de touwtje ga ik een beetje naar beneden laten hangen, want anders dan gaat hij er overheen. Nou, er zat in de bij deze slimline zitten ook twee hele leuke tickets. Nou, deze kan je natuurlijk dat onderste gaan gebruiken. Ik doe het niet. Maar ik vond het wel heel leuk om deze toch nog weer uit te laten steken. Als dan de label eruit is, heb je toch nog zo'n leuk vaandeltje. Ik denk die plakken we daar gewoon in het midden op. Gewoon als decoratie item. Die komt daar. En die plak ik ook gewoon vast op mijn kaart. Even kijken. Dat is deze. Kijk, dan heb je toch gewoon even net weer wat extra's. Ik vind het wel leuk. Ja, dan gaat deze daar weer achter. Ik denk dat ik op deze label gewoon verder helemaal niks doe. Want ik vind het gewoon, ja, te gaaf al eigenlijk. Dan, het papier is gewoon super mooi. Oh, we kunnen het ook nog doen dat deze vaandel daar zo weer overheen valt. Ziet er wel grappig uit, moet ik zeggen. Nu heb ik een vlindertje. Dat vlindertje, heel eerlijk gezegd, komt die uit een ander paperpad. En dat paperpad is van, ik pak hem er even bij, want die matcht namelijk ontzettend leuk met deze collectie. Dit is van Craftoklok en dat zijn die vlindertjes, of dat is de herfst, de Charming. Dus de Charming van de Autumn. Dat is CD-DOD-CHE04. En daarin zitten hele toffe herfstelementen. En die heb ik er ook gewoon bij gebruikt. Dus je kan het prima met elkaar combineren, mixen en matchen. Nou, ik heb alvast een stukje seambinding gepakt. Ik heb een takje van de vorige collectie. Dus dat is van deze stansmal van de Wonderful Autumn collectie. En dat is de stencil WA308. En die heb ik gewoon ietsjes kleiner gemaakt. Dus deze heb ik gebruikt, alleen dan ietsjes kleiner. En ook daarbij weer wat goud erbij gedaan. Dus de randjes met goud aangezet. Ik ga even kijken hoe ik dit allemaal op ga plakken. Ik had een mooie bloem. Ik heb een heel leuk klein takje. Die gaan we ook nog even weer met goud een beetje aanzetten. Nou, ik heb ze gewoon uit het papier uitgestand. Je kan ook zeggen van ik ga ze zelf op kleur brengen met bijvoorbeeld een distress inkt of iets dergelijks. Kan allemaal, maar daarvoor had ik gewoon even niet genoeg tijd. Laten we het zo zeggen. Dat ga ik daar een beetje achter plakken. En dan heb ik nog leuke meeldraadjes. We gaan het gewoon allemaal opplakken. Ik plak dit met het lijmpistool vast. Dan weet ik zeker dat het ook gewoon gelijk goed vast zit.
Dat is dat. Die blaadjes. Moet ik even bedenken hoe ik die een beetje erop ga doen. Ik denk zo iets naar boven toe. Eén aan die kant en één aan de andere kant. Dat is wel leuk als de takjes toch een beetje naar beide kanten gaan. Dan komt het bloemetje daar in het midden. Dan had ik nog dat bruine. Dat vind ik wel leuk om daar weer een beetje losjes achter te plakken. Dus die komt daar. En hier hebben we er één. Hoe je die strikjes... ik zal kijken of ik... ik heb de strikjes nu even niet in de buurt liggen. Ik zal kijken of ik straks nog tijd heb om dat te doen. Anders doe ik het een keer in een andere uitzending. Dat ik even een keer weer strikjes ga maken. Het is op zich helemaal niet zo moeilijk. Nou, dit zijn hele mooie meeldraadjes van Hartveld Creations. Volgens mij momenteel even uitverkocht. Maar af en toe weet ik ook gewoon echt niet wat ik in moet kopen. Met wat jullie allemaal bij ons bestellen. En ze waren ook niet uitgeleverd door de groothandel de laatste keer. Dus ik hoop dat ze snel weer komen. Nou, kijk toch eens. Dan heb je toch gewoon een leuk toefje. Nu zit ik te denken, ik kan ook die vlinder. Even kijken. Dat is wel heel erg leuk. Want dan kan die hier achter steken. Die daar. En dan gaat die vlinder daar. Nou. Ik vind het helemaal leuk. Nou, kijk toch eens. Dit is toch gewoon leuk. Ik denk dat ik aan deze gewoon verder niks doe. Of ik ga hier nog wat... dat ik zeg van een paar pareltjes op ga plakken. Maar ik denk het niet. Ik denk dat ik hem gewoon zo laat. Ik vind hem helemaal leuk. Ik ga ook hier nog iets met de Posca overheen spetteren. Klein beetje goud. En ook een klein beetje wit. Waar is mijn witte? Waar is mijn witte? Oh, wit is ook gewoon altijd leuk. Gewoon niet te veel. Een klein beetje. Zo. Nou, dat was dat. Dat was dan... nummer 1 voor vanavond. Nou, dat touwtje moet ik nog even bedenken hoe ik dat een beetje leuk vast ga maken. Want ik vind het jammer dat hij anders over de tekst heen gaat. Dus to be continued, zeg maar. Een slokje thee. Want anders hebben we straks helemaal ijskoude thee. Ik zie nog iets in mijn ooghoeken. En sorry, moet er toch eventjes bij op. Ik heb namelijk nog die mini frills in een zakje. Die had ik nog eventjes snel meegenomen. En ik wil toch hier in het midden van het hartje nog een paar van die mini frills gaan doen. Moet ik er eventjes wat bij pakken. Want ik ga een klein beetje lijm hier doen. Die bloem is trouwens uit eigen voorraad. Die is niet meer leverbaar bij ons. Maar jullie hebben vast allemaal wel bloemetjes in huis. Of anders zou je gewoon... een ander soort bloemetjes kunnen pakken.
Iedereen heeft wel wat in huis. Of je maakt gewoon zelf wat bloemetjes. Kijk, dit is toch tof. Leuk. Nou, ik ben happy. Happy de peppy. Hoe maak je iemand blij? Gewoon met een paar mini kraaltjes. Ach ja. Het is maar dat we met alles blij zijn, hè? Zo. Thee is op. Kan die niet meer koud worden. Op naar het volgende project. Het volgende project is dus met dezelfde slimline mal. Alleen, ja, is deze dan weer net in een ander kleurtje. Andere indeling, ander formaat, andere standjes. Misschien dat ik de twee op elkaar ga doen, maar dan moet ik nog eventjes bedenken dat ik er een dubbele kaart van maak. Maar dat gaan we nog zien. Deze heb ik ook al gedeeltelijk voorbereid. Heb ik wat meer prutjes bij liggen. Nou, deze gaan we ook gewoon lekker vastplakken. Ook dit is dus uit hetzelfde scrapvel. Dus bij beide velletjes heb ik gewerkt met scrap 53. Of bij beide kaarten. Dus wil je deze kaarten graag maken? Met alleen scrap 53 kun je ze al maken. Je hebt de paperpads niet eens nodig. De papier is gewoon echt super gaaf. Nou, dit gaan we even hartseflaats opplakken. Ik heb bij deze linnenkarton van Card Deco gebruikt en dan de kleur mosgroen. Dat vond ik ja, eigenlijk een van de mooiste kleurtjes voor bij deze kaart. En ja, mosgroen voor de herfst is natuurlijk altijd goed. En dat gele, dat is dan weer uit het Christmas paperpad. Nou, mocht je hem nog ergens kunnen bemachtigen bij een of andere hobbywinkel, sla hem dan zeker in, want hij is gewoon echt ideaal. Maar hij is dus niet meer leverbaar. Nou, ook bij deze ga ik even met goud weer een beetje stempelen op de achtergrond. Ik vond het toch wel erg leuk, moet ik zeggen. Maakt het gewoon net eventjes weer wat... ja, een beetje uniek. Soms mis je gewoon net eventjes wat op zo'n achtergrondje, vind ik. En als je het gewoon echt heel lichtjes doet, dan is het gewoon superleuk. Nou, postkaart er weer bij om te spetteren. Lekker wat stipjes erbij. Kijk. Het geeft ook wel weer echt een mooi bling-bling effect. Wat ga ik dan doen? Nou ja, dat was een beetje een beetje de hamvraag. Want er zaten zoveel leuke dingetjes bij deze lijn. Dat ik dacht van ja, wat ga ik allemaal gebruiken en opplakken? Nou, er zaten hele mooie takjes bij. Die heb ik uit bruin uitgestanst. Die wil ik eigenlijk straks bovenaan in de hoek gaan laten vallen. Ook weer een beetje goud erbij. Ik dacht dat is wel leuk om dat hier zo bovenaan te doen. Gewoon zo losjes en dan komt daar straks nog een tekst overheen. Dan had ik aan deze kant wat leuke elementjes bedacht uit mijn die-cut boekje. Dus dat heb ik van tevoren al eventjes allemaal uit mijn die-cut boekje gehaald. Want anders dan ben ik zo lang aan het zoeken.
En dan ga je gewoon even een beetje een leuke compositie uitzoeken. Paddenstoeltjes. Leuk dennenappeltje erbij. En kijk eens. Een mini slakje. Hij is toch te cute. Die gaan we hier ook bij plakken. Ik denk dat ik dit gewoon gelijk op ga plakken. Want vast is vast, zeggen ze altijd maar. Een losvallend blaadje. Ook gewoon vastplakken. Even een klein beetje bekijken van die komt daar. Deze ga ik met foamtape opplakken. De ticket, dat is een mal van Studio Light inderdaad. En volgens mij was het CD 35. Dus SL-ES-CD 35. Het is een slimline mal. Ja, zoals ik al zei, die die-cuts en alles komen dus uit het paperpadje. Of uit het die-cut boekje. En weet je, die plaatjes en alles, die zijn gewoon al zo leuk. Dat je gewoon verder niet eens zoveel bij je kaart bij hoeft te doen. Nou, dit slakje vind ik toch wel echt te leuk. Gaat nog net voor het pompoenetje. Nou, dan hebben we die kant in ieder geval al klaar. Nou, toen zat er in deze collectie een hele gave serie. Met een hek, een hark, een schep, blaadjes. Ik dacht, daar moeten we natuurlijk wat mee doen. Dus die wil ik op deze kant een beetje gaan verwerken. En ik denk dat ik dat hek een beetje zo verhoogd op ga plakken. Dan heb ik deze uit cardstock uitgestanst. Ietsjes bruin gemaakt met inkt. En daar zitten wat herfstbladeren in verstopt. Die wil ik zo een beetje schuin voor het hek gaan zetten. Dan die vogel. Die zit gewoon ook op onze bladeren. Nou, de bladeren die vallen ietsjes uit de kruiwagen. Dan heb ik nog wat bladeren. Ik heb die bladeren trouwens gewoon uit designpapier uitgestampt. Dus dan heb je al verschillende kleurtjes bladeren, zeg maar. Er liggen wat bladeren hier nog op de grond. Nou, ik vond die egel ook gewoon leuk. Ik denk die egel die mag er ook gewoon gezellig bij. Er zit een schep bij. Even kijken qua compositie. Die schep die zit weer een beetje in de bladeren nog. De hark gaan we daar een beetje achter doen. En ik heb een klein beetje decoratiemos. En dat wil ik hier onderaan gaan doen. Dus dit kan je bij de Xenos kopen en dat soort winkels. Dus gewoon een beetje van dat prut, zeg maar. Dat wilde ik daar dan gaan doen. En die bruine takjes. En dan kwam daar een leuke tekst overheen van Hello Autumn. Nou, dan moet mijn hek dus ietsjes naar beneden. Nou, volgens mij is dat toch leuk. Zullen we het gewoon vast gaan plakken? Ik denk dat we dat maar gaan doen. Weet ik het nog zo ongeveer? Jawel. Nou, omdat ik dat hek een beetje losjes op wil plakken, ga ik alleen een klein beetje lijm zo erop doen. Dat hek heb ik trouwens, ik weet niet of jullie het kunnen zien,
Maar die heb ik dus ook met een beetje die gouden embossing of gouden inkt dus weer bewerkt. Nou, dan gaan we deze met foam opplakken. Dat vogeltje ga ik er even vast opplakken. Dan ga ik dit geheel even met twee foamstripjes opplakken. Ja, hoe bedenk je het weer? Nou, als ik eenmaal ga zitten, dan komen meestal de ideetjes. En dan heb ik eerder tijd tekort dan dat ik voldoende tijd heb om alles uit te werken. Ja, het is ook gewoon zo leuk. De collectie is ook gewoon weer zo tof. Die bladeren ga ik ook een beetje verhoogd opplakken. Ik werk gewoon echt heel graag met foamtapejes erbij. Ik vind dat gewoon super leuk. Dan krijg je net wat meer speling in je in de diepte ook. Die gaat daarbij. Ik hou gewoon zelf niet zo van die hele platte kaarten. Maar ja, dat is gewoon heel persoonlijk. De een houdt er wel van, de ander niet. Dus je moet ook gewoon echt doen wat jij zelf... waar jij je goed bij voelt, moet ik zeggen. Die komt daar. De schep. Ja. De schep. We kunnen de schep ook een beetje op de grond leggen. Oh, de schep kan ook zo. Ik heb trouwens, wat ik bij die schep heb gedaan, is één keer uit bruin uitgestanst en één keer uit het metallic cardstock van Card Deco. En dan krijg je dus een hele leuke metalen schep. Ik vond het helemaal leuk. De schep. De hark gaan we daar doen. Een iets kleiner foompje. Ach, en zo kun je lekker aan het priegelen komen met dit soort kaarten. Ik vind het gewoon leuk. Er komen ook nog wel allerlei andere kaarten bij, denk ik. Want ja, herfst. Ik vind het gewoon... zo leuk ook om daar wat mee te doen. Je kunt daar gewoon zoveel leuke dingen bij plakken. En ja, ik vind de kleurtjes ook gewoon mooi. Daar ook een beetje mos. Dus dit kan je gewoon bij bijvoorbeeld de Xenos, de Action of zulke soort winkels halen. Het is gewoon van dat herfstmos. Plak ik even met mijn lijmpistooltje vast. Dan zit het helemaal goed. Nou, dit is toch al leuk. Dan moeten we nog een paar blaadjes hier in het hoekje maken. Oh, ik zie dat zelfs mama even meekijkt. Die was gezellig naar mijn zus in Duitsland toe. Die mijn kleine nichtje had Einschuling. En dat is in... Duitsland een redelijk groot evenement blijkbaar. En daar hadden ze gezellig een familieuitje. Maar voor mij is dat niet te doen. Dat is gewoon te ver. Dus vandaar dat ik dacht van hun wat gezelligs. De rest van de familie zeg maar. Ik denk dan Janine ook gezellig. Lekker live. Even kijken. Die blaadjes gaan we daar doen. En dan komt daar de tekst Hello Autumn weer overheen. Nee hoor, zit ernaast. Oh nee, mijn moeder die rijdt inderdaad zelf niet zo heel veel. Kleine stukjes wel, maar grote afstanden doet ze liever niets. Even spieken hoe ik dit ga vastplakken, want
ietsjes opzij nog. Kijk, zo komen die blaadjes ook net wat mooier uit. Dit is toch al helemaal leuk. Nou, nu heb ik nog bloemetjes over. Want ik heb natuurlijk een bloementoefje klaar liggen. En die moet er ook nog bij op. Zou het te veel worden? Ach, weet je, het wordt gewoon een volle Janine kaart. Wat maakt het uit? Ook hierbij weer een strikje. Nou, jullie vroegen hoe ik dan die mooie strikjes maak. Nou, hoe doe ik dat? Ik doe mijn vinger er. Ik doe een lintje om mijn vinger. Ik hou hem in het midden vast. Je wikkelt deze er omheen. En deze duw je er weer doorheen. Dan hou ik ondertussen beide strookjes vast. En ja, beide strookjes. Ik zorg dat ik beide uiteindes in mijn handen hou. En dan ga ik deze dus naar elkaar toe trekken. Kijk, en dan heb je altijd een mooi strikje. En dan kun je zelf even kijken van, nou, hoe komt die goed uit? Nou, die knip ik altijd, of ik vouw hem dubbel en dan knip ik hem zo schuin in. Zodat je ook die vaandels gewoon mooi recht krijgt. En deze wil ik hier, ja, we gaan de bloemetjes er gewoon bij doen. Ik vind ze toch wel heel erg leuk. Nou, ik heb dezelfde takjes weer. Uit die Wonderful Autumn collectie. En ook hierbij weer een beetje goud eroverheen. Ik had geen tijd om de blaadjes zelf op kleur te brengen met een distress inkt. Maar ook dat kan natuurlijk heel goed. Als jij gewoon echte herfstblaadjes hebt, kan je ook lekker de blaadjes op kleur gaan brengen met distress inkt. Nog wat andere takjes. Die heb ik uit bruin gedaan. Dat is die. Dan hebben we deze bloem nog. Dan ga ik even kijken hoe groot ik die blaadjes wil. Nou, bij deze kan die aan de ene kant wel wat groter. En aan de andere kant, nee, niet te groot. Dus je kan er gewoon weer gedeeltes af gaan knippen. Ik plak het gelijk vast hoor. Het zal vast wel mooi gaan worden. Vast is vast, zeggen ze. Nou, het is gewoon een kwestie van een beetje proberen, Jannie, met die strikjes. Gewoon een paar keer oefenen gaat je vast lukken. Ik ga er bij deze een klein beetje Tillandsia overheen doen. Of onderdoen. Tillandsia. Sisal. Ik had net Tillandsia hier onderaan. Ik zal hem niet vastplakken aan mijn werktafel. Dat is niet handig. Lintje erop. Dit is ook weer het seam binding. Deze heb ik een iets gelere bloem. Die gaat er ook weer bij op. En dan hebben we nog de mooie bruine takjes. Die duw ik er nog even snel onder. Kijk, dat is toch gewoon leuk. Kijk, en zo heb je wel twee totaal verschillende kaarten qua kleuren ook weer. De een is dus echt met een beetje oranje geworden. En de ander, of met aubergine geworden. En deze is dus echt met, ja, de echte herfsttinten. Ja, ik heb inderdaad, ik zag het net, mijn hele nagel is goud geworden. Weet je wat ik doe? Ik ga heel snel toch nog beginnen aan nummer 3. Gewoon omdat ik die ook nog graag af wil hebben. Dan kan ik namelijk volgende week weer aan andere dingen beginnen.
Dus ik ga die nog eventjes snel afmaken. Hier kan zijn dat ik nog een paar finishing touch dingen aan ga brengen met een Posca pen. Maar of ik dat doe, weet ik niet. Wat wel leuk is, is om deze wat kleine accentjes nog te geven. En dat kan je ook bijvoorbeeld doen op de blaadjes. Dus je kan zelf nog een paar kleine details aan gaan brengen. Nou ja, dat is leuk om later een keer mee te gaan spelen. Maar dit is in ieder geval project 2. En project 3, die is een beetje afgeleid van deze. Want die was namelijk, dat is nog even een simpel project om in elkaar te plakken. Want die heb ik al verder voorbereid. Ik wilde namelijk vanmiddag proberen of dat ging om op vellum te embossen. En toen had ik dus deze creatie gemaakt. En ik denk van, ach weet je, ik kon het niet helemaal redden om in elkaar te plakken. Dus dat gaan we gewoon nu doen. Nou, wat heb ik bij deze dus gedaan? Dit is dus papier uit het paperpad. Het nieuwe paperpad, zeg maar. En die heb ik dus ietsjes kleiner gesneden. Dus het paperpad is normaal 15 bij 15. Maar ik heb deze op 14,5 bij 14,5 gedaan. En daaronder heb ik dus het designpapier. Dit komt ook uit dat paperpad. Die is gewoon het origineel uit het paperpad getrokken. Dan ga ik een klein beetje scheuren. Ik heb hier bij de randjes ook al goud gemaakt. En ik had hierbij dus ook een beetje al gestempeld op de achtergrond. Dat kunnen jullie wel zien. Dus die ga ik hier dan gelijk maar opplakken. Ja, ik denk ik wil dat eerst even proberen met dat vellum of dat gaat. En dat gaat gewoon ontzettend goed. Maar dit achtergrondje, ja weet je, ik vond hem zo mooi dat ik dacht van daar hoef je verder eigenlijk bijna niks mee te doen. Dus dan kun je ook hele snelle kaarten maken. Een beetje van die knipelementjes erbij en hartstikke idee, je bent al klaar. Dan ga ik deze op bruin kaartstok. Volgens mij was het de kleur hazelnoot of bier van Vasen Creative. Maar ik meen dat het hazelnoot was. Nou, dit is ook gewoon even plakken en gaan met die banaan. Ik denk, weet je, dat vellum, dat vind ik wel net zo leuk. Want je kunt er een tekst op gaan stempelen op je achtergrond. Maar ja, dit heeft wel weer net even weer wat anders, zeg maar. Nou, de leuke eekhoorn, die komt uit het diecut boekje. Die ga ik hier met een beetje foamtape opplakken. Kijk, en wil je je vellum nou toch nog een klein beetje vast hebben? Hier komt dus de staart van die eekhoorn overheen. Dus ik kan hem daar nog even ietsjes vast gaan zetten. Dan zie je nooit de lijmresten. Nou, die foamstripjes, daar weten jullie ondertussen wel. Daar ben ik gewoon echt helemaal verslingerd aan. Even kijken. Ook kan inderdaad dat Corine Rijngoud ook een filmpje heeft over lintjes strikken. En ja, weet je, er zijn heel veel manieren om lintjes te strikken. Dus kijk ook gewoon eventjes van wat vind ik bijvoorbeeld een fijne manier om te strikken. Er zijn ook strikjesmakers. Ze waren er altijd van Joycrafts, maar die zijn helaas al heel lang niet meer leverbaar. Of die weer terugkomen, nou, ik hoop het wel, maar ik durf het niet te zeggen. Wij weten het ook niet altijd. Dus hou het in de gaten. Nou, deze zonnebloem, daar ben ik heel eerlijk in. Die komt dus niet uit het diecut boekje van Studio Light, maar die komt dus uit dit Charming set van
kraftoklok. En dat komt ook gewoon omdat ik deze dus al geknipt had liggen en ik het niet kon redden om de rest nog uit te knippen. Want Studio Light had geen mooie zonnebloemen in het die-cut boekje. En het knippen, dat kon ik niet meer redden. En weet je, je moet ook gewoon alles met elkaar combineren. Om gewoon een uniek design te krijgen. Nou, over die krans kun je dus weer allerlei leuke dingen gaan plakken. Ik wil dat vellum ook hier nog weer een klein beetje vast gaan plakken. Klein drupje lijm. En dan komt daar een hele mooie vlinder overheen. Kijk eens. Ja, dit is gewoon een beetje opplakken en... ik vergeet mijn mooie takje. Die kwam wel uit het Studio Light blokje. Kijk, want dan kun je de krans nog weer een klein beetje aankleden. Dat is dus het voordeel van het werken met foamtapejes. Je kunt het altijd weer ietsjes loshalen en weer dingetjes er nog weer extra achter gaan plakken. Kijk, dus die krans is gewoon de basis van je project. En daar ga je gewoon weer verder op aan het bouwen. Er zit een strikjesmaker in de All-in One Tool. Ja, klopt. Daar zit inderdaad ook een strikjesmaker in. Maar ja, om nou een All-in One Tool van €70 aan te gaan schaffen voor een strikjesmaker. Dat is natuurlijk ook wel weer een beetje veel, maar de All-in-One tool is natuurlijk wel ontzettend handig in gebruik. Wat heb ik nog meer? Ik wilde aan deze kant ook leuke zonnebloempjes gaan doen. Dus ook deze zijn niet van Studio Light, maar net wat ik zeg, doe gewoon mix en match alles door elkaar heen. Leuke herfstbladeren. En ik had ook nog een hele leuke vogel. En die vogel ga ik keuzestress. Keuzestress waar de vogel komt. Ja. Het is lastig. Het vogeltje kan ook hier. Ik denk dat ik de vogel hier ga doen. Ja, gaan we doen. Niet te lang zeuren. En zo kan je dus die krans weer helemaal op gaan bouwen naar je eigen idee. Zodat je toch weer een, De basis is dan een eenvoudig achtergrondje. En toch kun je er lekker mee spelen om weer je unieke design te krijgen. Nou, ook hier kan ik mijn vellum dus weer ietsjes vastplakken. Want ik merkte dat ik mijn vellum dus bij deze minder strak om de kaart heen heb gespannen. Maar dat maakt niet uit. Deze komt daar. Nou, ik hoop dat ik jullie dan vanavond weer toch weer wat inspiratie heb mogen geven met deze nieuwe lijn. En ja, misschien nog toch nog weer wat nieuwe dingetjes aan heb kunnen dragen. Alhoewel, het is niet zo heel moeilijk deze live. Het is gewoon een beetje plakken en dat soort dingen. Maar goed, ook dat moet gebeuren af en toe, hè. Kijk,
Kijk, er zijn ook genoeg mensen die het moeilijk vinden om dit soort dingen gewoon op te bouwen. Hoe je dat plakwerk doet. En ja, weet je, wij moeten het ook doen. En ik had zoiets van, ik slinger gewoon de live erbij aan. Er zijn vast wel mensen die het leuk vinden. En ik heb weer een gezellige avond gehad. En ik hoop jullie dan ook. Nou, deze plaatjes komen dus uit het elementenboekje van Crafto Clock. Nou, kijk eens, heb je toch in no time een super gave kaart. Ik wilde hier nog wat plakpareltjes op gaan doen. En die plakpareltjes, die zijn van het merk Picked Fans, de Gems Mix. En dan de kleur Autumn Leaves. Daar ga ik even 3 drupjes lijm voor aanbrengen. Eventjes met mijn snuffert in beeld. 1, 2, 3. Even kijken of mijn tooltje ze wil pakken. Dit zijn een beetje goudkleurige steentjes. Dat past natuurlijk wel heel mooi bij dit thema. En dan ga ik er daar ook nog 3 doen. Kijk, en dan kan ik hier, dat was dus ook mijn bedoeling, dan kan ik daar ook precies weer eventjes wat lijm onder doen, zodat geen mens ziet dat mijn vellum ook daar nog weer vastgelijmd zit. Dus zo moeten we gewoon af en toe een beetje slim zijn en dingen gaan coveren. Het kan ook met het, hoe zal ik het zeggen, met de kleine glue dots kun je dit ook nog gaan doen. Maar er zitten bij deze echt van die hele leuke inimini kleine steentjes bij. Dus ik dacht van, het leek mij handiger om het gewoon nu met een drupje lijm te gaan doen. Ja goed, er zijn meerdere wegen naar Rome. Iedereen heeft wel materialen in huis, dus kijk gewoon wat jij zelf het makkelijkste vindt. Nou, dit is toch leuk. En nou ga ik nog eventjes voor de finishing touch weer spetteren. Verrassend, hè? En dat spetteren ga ik weer met mijn goud doen. Maar ik wil deze keer het goud. Ik ga eerst even spetteren. Even bij de les blijven. Ook nog een klein beetje in mijn zonnebloempjes aanbrengen. Dus een klein beetje puntjes aanbrengen in mijn zonnebloempjes. Oh, dat goud erbij, dat is wel gewoon echt leuk, moet ik zeggen. Nou, ook hierbij kan zijn dat ik nog een klein beetje met de Posca weer de accentjes aan ga zetten. Zoals bij dit soort blaadjes. Of hier net langs de takjes. Ook hier langs die krans, bij zoiets. Dus ja, dat zijn misschien nog wat kleine accentjes wat ik later ga doen. Maar in principe is deze kaart ook klaar. En heb ik met deze lijn voor jullie weer 3 kaartjes kunnen maken. Nou, uiteraard kunnen jullie ze allemaal niet zo snel maken. Want ik had natuurlijk voorbereidend werk al gedaan. Komende week zal ik ook bij Studio Light nog een keer live gaan. Ook met deze lijn. Dat wordt een keer overdag. Maar wanneer dat wordt, dat laat ik nog eventjes weten. Maar nog eventjes een keer snel alle kaarten. Dit is dus nummertje 3. Hier komt trouwens een kaartenstandaardje achter. Dus ik heb er een enkele kaart van gemaakt. Maar ik ga er gewoon een klein standaardje achter doen. Zodat die wel kan blijven staan. Dus
Dat komt nog. Nou, dit is dus met de slimline kaart gedaan. Met de nummer 35 was het, geloof ik, uit mijn hoofd. En dit is met dezelfde slimline mal, alleen dan als pocket. En daar zit zo'n leuke label weer bij. Dus dat was mijn inspiratie van vandaag. Wellicht ben ik er dinsdagmiddag wel met een showtime. Maar ik beloof nog even niks, omdat ik een beetje een soort mini-vakantie heb. Maar het wordt ik wil voornamelijk een beetje creatief gaan zijn. Dus jullie gaan het zien. Misschien dat ik zelfs wel vaker live ga. Maar I don't promise anything. In ieder geval voor nu een hele fijne avond verder. Een fijn weekend. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!